Hallo beste kijkers, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag staan we in Spijkenisse. Dus ik laat je deze omgeving weer zien in deze winkelstraten. Allerlei buurten, dus tot zo. Ziet het, Kopspijkers. Je ziet centrum. Ja. Ik ben echt benieuwd naar deze kant. Even kijken. Ja, hier kan je allerlei dingen kopen. We hebben hier de nieuwe action bij Spijkenisse, dat is shit. Yes. En op naar deze passage gaan we het kijken wat er hier afspeelt. Dus tot later. Hier is altijd gezellig aanbod, zoals je ziet. Ook veel mensen. Als je deze kant eruit loopt. Zie meteen, tot straks. Je ziet hier allerlei lege winkels beneden, zoals je ziet. Ja, je komt hier eruit weer. Ja, straks. Ziet, komen we hier eruit. Hier Feyenoord Fanshop, die is dicht. Ziet, eruit. Wie daar verderop? Xenos of zo. Daar, lekker gezellig. Tot later. Zoals je ziet, er liggen mondkapjes op straat gegooid. Dat is ook niet netjes. Zo. En we komen weer naar de volgende passage. Lekker gezellig. Zoals je ziet. Er zijn pijltjes op de grond. Yes. Retails. Lekker gezellig. Die kant kom je uit naar het station. Tot later. En hier hou je de lekkerste rookworst van Heba van Spijkenisse, zoals je ziet. En we hebben hier allemaal evenementenkalender. Zo, die was eveneens niet doorgegaan. Tot zo. Ook lekker Jamin ertussen. Tot zo. En zoals jullie zien, dit is de gemeente Nissewaard. Zoals je ziet, we lopen nu achterkant van het winkelcentrum. Ziet, zijn dit een paar huisjes die zo opgebouwd is. E-bike center, noem maar op. Die kant ook. Dus later. En niet te vergeten, hier kan je verse patat van Spijkenisse halen en zo, als je ziet. Ja, Sian. Noem maar op. Ik weet niet of die speelgoedwinkel hier zat vroeger. Dus Intertoys of zo. Zoals je ziet is dan hier een verdwaalde kar van Dirk van den Broek. Dus ja, zo. En de lekkerste stroopwafel zit hier. Zo. Nou, lekker die roltrap is ook weer stuk. Zoals je ziet. Ja. Later. Let's go. Ziet, kom je er hier uit? Later. Denk dat jij vanaf hier een ergens bibliotheek kan zien, maar volgens mij was het niet helemaal zo. Dus ik laat je zo zien dat zo. Hier heb je zo'n kleine smal straatjes van Spijkenisse, zoals je ziet. Loop hier even doorheen, tot zo. Daar houdt het op. Als je het ziet, ja. Zo. Ja, ze hebben hier denk ik Maries de Hond had hier waarschijnlijk de rol uitgespeeld. Of zo. Kijk. Zo, ja. Even kijken. Dat was ik natuurlijk ook nog vergeten. Maries de Hond was ook naar het Spijkenisse gegaan om even te spreken. Dus iets, ja. Eruit ziet er goed en top uit. Zo. Ah, een drie samenbedoeling is dat hier nog steeds gesloten is. Dus dat is wel jammer. Zo. En verder heb je zo'n leuke molens hier, zoals je ziet. Straat, mooie woonhuizen, straat, beren.
lekker. Zo. Volgens de planning was hier eerst vroeg een Saturnpand geweest. En zou hier een food hall komen, maar ineens zou het 3 jaar geleden had moeten gebeuren, maar ineens kwam die niet. Dus de food hall, zo'n markthal of zo, die kwam helaas niet. Dus dat is wel triest voor Zwijkenis. Aan deze kant bevindt zich casino, theater, bioscoop of zo. En daar verderop is de supermarkt. Dus tot later. We hebben daar ook verder nog meer woonhuizen. BCC ligt hier makkelijk. Als je hier woont, kan je gelijk een televisie kopen. Daar zat de eerste Action, die is verhuisd naar die passage. Big Bazaar is nog steeds hier. En ze waren hier van plan om een nieuwbouwwoning te bouwen. Dat het centrum verkleind gaat worden. Dus tot later. En beste bewoners van Spijkenisse, je kan hier ook heel voordelig sporten voor €9,95 per maand. Heel voordelig tarief. En je kan waarschijnlijk ook gelijk groepslessen doen, zoals boksen. Dus tot later. Zoals je ziet zit daar een fontein gelijk. Hoppie. Yes. Tot later. Dit is een fontein. Waters. Jongens, deze filiaal is ook nieuw geworden voor een klein. Ja. Waters. We moeten eens kijken hoe mega veel winkels hier zitten. Zie. Ja. Dat is groot, hè. Later. Daar verderop is Cafeteria Checkpoint, de beste snackbar in Spijkenisse. Hou vooral hier een patat, raad ik iedereen aan. Dus tot zo. Nou, dat zo. Nou, dat was een video, een stukje van Spijkenisse. Vond jij deze video leuk? Abonneer gelijk op mijn kanaal. Wie weet zie ik je volgende keer bij een volgende video. Dus doe gelijk blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Wie weet zie ik je volgende keer, tot volgende keer.